safari op het Mediapark, want vandaag presenteert de publieke omroep haar najaarsprogrammering. Let's go hunting! Bobby, wie zou dit kunnen zijn? Echt een alfamannetje? Alfamannetje, echt... Ik denk dat Matthijs, dat moet Matthijs zijn. Dit moet Matthijs zijn. Ja, ja, die is echt de alfameel van de publieke omroep. Heeft hij al zoveel grijze haar? Of, op zijn rug wel, ja. Ja, op zijn rug wel. Word jij per typetje betaald? Of, Nee. Nee, het is een totaalpakket. Ben je nou wel de rijkste Surinamer in omroepland of niet? Nee, dat is Gerda Averton. We hebben van de Kamer van Koophandel te horen gekregen dat jouw BV 1,3 miljoen waard is. Nou, dat vind ik zo heerlijk om te horen. Ik ben best wel benieuwd waar ze het vandaan halen. Want de Kamer van Koophandel kan dat helemaal niet weten. Dus het is er dan meer? Of? Nou, schat. Even met z'n tweeën. Het is een beetje een jungle, zegt men. Hoe kan ik nou hier overleven? Ja, dat vragen we mezelf ook nog steeds af. Ja. Ik verdien niet zo heel veel. Eigenlijk niet. Vind je niet? Nee. Ook niet? Dus nee. Eigenlijk... Nou ja, het voelt alsof het niet. Aan het einde van de maand denk ik, ja, het was gewoon niet gestort of zo. Hoe kan dit? Oh, echt, ja. wat een krent zeg, bij BNN. Echt. Het typische voedsel voor presentatoren blijkbaar. Wat is het? Het is gegrilde courgette met geitenkaas. En het is ene lever lolly. Heb je nog bitterballen voor me of niet? Nee, volgens mij niet. Nee, helaas. Nee. Ben je heel even gaan kijken achter? Ik ben namelijk ook presentator. Bij de AVRO hebben wij de regel dat we allemaal onder de Big Five norm. Ja, Paul, Matthijs, ja. Denk ik. Okay. Jeroen is er. Oké, Jeroen is er. Hey, maar... Je zou tot de Big Five kunnen horen. Ja, daar staat hij, Jeroen Pauw. De man. De man die in de Big Five staat. Eén van die Big Five. Je ziet het al, alle apen zijn er omheen gesitueerd. Meneer Pauw, hallo, Daniëber van CQC. Wie zou nou in presentatorland die leeuw zijn? Naast jou. Nou ja. Naast mij is dat natuurlijk Paul Witteman. En misschien verdient Balkenende wel genoeg en verdienen presentatoren ook genoeg. En is dat niet altijd hetzelfde? Waarom zit je niet bij de Big Five? Hele goede vraag. Ja. Wat doe je fout? Nou, ik doe niks fout. Nee, ik houd me aan de afspraken, denk ik. Maar dat betekent dus dat je vindt dat collega's van jou zich niet aan afspraken houden? Dat is niet aan mij om daarover te oordelen. Bij Veronica hebben we een hele andere norm. Dan hebben we gewoon de Bill Gates norm. Dat is gewoon als je met Windows Vista om kan gaan, dan verdien je gelijk 2 ton. En we hebben ook een heel ander model, wat gewoon het onderste uit de kam model. Dus gewoon graaien. Ja, dat is bij ons niet. Ik heb Ruben Nicolai gespot. Ik doe het nog niet goed genoeg. Als ik dat zie inderdaad, dan zeggen ja, je moet 8 ton kunnen pakken. Dan denk ik, oké, onthouden. Onthouden voor de komende contractbesprekingen. Ik hoorde iemand zeggen van 8 ton. En dan? En dan bel ik jou. Ja, we gaan niet werken, want ik ben er ook niet goed in. Maar wat lenen? Ja, hoeveel heb je bij je? 5 euro. Ah, te gek. Ja. Hey, super. Moet ik ook nog voor jou halen? Of... Nee, joh, laat maar. Een grammetje of zo? Nee. Gewoon houden. Deze jungle heb ik overleefd. Volgende keer neem ik Martin Gauss wel mee. Big Five, de mensen die dus meer verdienen dan de balken en de norm. Hoe kijkt u daar nou tegenaan als, hè, laat ik het maar even zeggen, het grote rode geweten van de VARA? Jammer dat ik het nooit verdiend heb. U zit bij Omroep Max, Max van Maximaal. Zit u op dat maximum? Nee, ik zit gewoon 160.000, 170.000 euro per jaar. Prima, kan ik wat geld bij u lenen of niet? Ja, wat heb je nodig? Ah, 50.000 zoiets. Dat is te gek. Henk Hagort komt eraan, voorzitter van de Nederlandse publieke omroep. Zit u er nou boven of niet? Nee, ik zit er precies op. Je zit er precies op? Ja, precies 181.000 dus. Ja, iets eronder. Ja. En dat vindt u ook genoeg? U zegt, ik heb niet meer nodig? Nee, meer nodig heb ik niet. Nee, hoor, dat vind ik echt... Meer is altijd leuk natuurlijk. Meer is altijd leuk en daarom is het goed dat we elkaar regels opleggen. Behoor jij tot de Big Five? De Big Five, de grootverdieners bedoel je waarschijnlijk? Ja. Nee, daarvoor werk ik dit jaar te weinig. Ik maak maar 8 programma's en nog 2 gelegenheidsdingetjes en een radioprogramma per week dit jaar. Dus daar kun je niet met goed fatsoen de balken in de norm voor chargen. En denk je dat Vera op die balken in de norm zit? Of? Nou, dat weet ik zelfs. Volgens mij wel, ja. Maar dat verdient ze ook. Ik heb het wel in de gaten. Vera Keur zit hierin, hè? Maar u bent Hans Klok niet, maar ik weet zeker dat Vera hierin zit. Ik geen idee. Vera, wil je een paar vragen beantwoorden alsjeblieft? Verdien je meer dan de balken in de norm? 1 keer kloppen is ja. Oké, prima. Nou, dankjewel, hè. Dankjewel. Nou, we weten het. Vera heeft aangegeven. Ze verdient meer dan
Primair Balkenende.